allemaal, superleuk dat jullie er weer zijn. Welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een opgemaakt video. In plaats van het weg te gooien, bewaar ik het dan altijd in de glitterdoos. En zoals je kunt zien is die behoorlijk vol. Dus in deze video ga ik aan jullie laten zien welke dingen ik allemaal... heb opgemaakt en welke dingen ik allemaal ben vergeten. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En dan gaan we nu beginnen. Let niet om haar, het is nog nat. Ik kom echt net uit de douche. En het is ook nog een beetje rommelig. Maar de laatste tijd ben ik echt heel erg van mijn haar in een staart dragen. En dat komt eigenlijk sinds dat ik deze foto op Instagram had gepost. Ik had er zoveel positieve reacties op gekregen dat ik echt dacht van, oh my god, super leuk. En daarnaast is het ook gewoon echt super, ja, snel om mijn haar even in een staart te doen 's morgens, want ik ben altijd te laat voor alles en nog wat. Dus ja, dit komt mij eigenlijk gewoon heel erg goed uit. Ik vind het zelf ook heel erg leuk staan. Maar de clue van het hele verhaal, oh my god. Ken je dat van die mensen die dan echt heel erg lang ergens omheen draaien? Dit was echt zo'n situatie dat ik iets wilde vertellen en dat er ineens een heel ander verhaal begon. Maar wat ik dus wilde zeggen is, toen ik in de douche stond... Oh my god. Dus ik stond in een douche en ik zag een aantal tubes staan. En ik dacht van, wow, dit heb ik echt al zo lang niet gebruikt. En volgens mij heb ik het ook al echt heel erg lang. Ik ga gewoon meteen beginnen. Dat is namelijk de Warm Apple Pie Hugs van Treacle Moon. Deze heb ik denk ik... 2 jaar geleden gekocht. Drie of twee jaar geleden. Er zit ook gewoon echt helemaal stof op de dop. Het is echt heel erg vies eigenlijk. Ik heb hem ook echt wel met liefde gebruikt. Zoals je kunt zien, er zit nog maar een klein bodempje in. En deze ruiken zo ontzettend lekker. En verbazingwekkend genoeg ruikt hij nog steeds goed. Je moet er wel echt van houden. Ik hou zelf heel erg van zoete en frisse geurtjes. Het is ook helemaal vegan. Als ik dit een cijfer moet geven, dan geef ik het zeker een 9 of misschien wel een 10. En ik zou dit ook zeker weer opnieuw kopen. Echt een aanrader. Het volgende wat ik er ook uit had gehaald, dat was de Color Extend Magnet... Wow, het komt mijn strot niet uit. Magnetics. Wow. Wow, dit is best wel een moeilijk woord. Probeer het eens. Magnetics. Mega mask. Het is dus een haarmasker. En het hele bijzondere, speciale van dit haarmasker was dus dat het eigenlijk 2 tubes in 1 zijn. En dat kun je ook zien als ik hem iets dichterbij hou. Je ziet dat hier aan de binnenkant zie je dat roze zitten. Dus, nou, dat is dus een 2e tube. Dus je hebt 2 tubes in 1. Je moet dus hier op drukken, volgens de gebruiksaanwijzing ook echt, zodat beide maskers er tegelijkertijd uitkomen. Ik zal ook meteen met de deur in huis vallen. Het cijfer wat ik dit masker geef is denk ik een 5. En dat komt echt omdat het gewoon zo moeilijk is in gebruik. Ik vind het zelf namelijk echt super belangrijk dat een product ook makkelijk is in gebruik. We hebben het allemaal druk, we hebben allemaal haast en dan wil je in de ochtend niet lopen klungelen met een lastige verpakking of zo. Ik kreeg het er zo moeilijk uit iedere keer en het werkte gewoon niet. Dan kwam of het ene masker eruit en dan bleef het andere weer zitten. En als ik het wilde aanbrengen in mijn haar, kon ik het ook niet echt goed met elkaar mengen. Het is echt wel heel erg leuk. Het is ook weer een keer iets anders, maar dat is dus de reden waarom ik het dus een laag cijfer geef. Dan heb ik hier 2 andere producten van Redken. En dat is de Color Extend. Oh, daar komt hij weer. Magnetics Conditioner. En ik heb hier de shampoo. Zeggen jullie altijd shampoo of shampoo? Nou, in ieder geval, deze lijn heb ik helemaal opgemaakt met heel veel plezier. Het ruikt heel lekker. Het ruikt eigenlijk precies hetzelfde als dat masker. Dus de geur is echt niets mis mee. En ik vond deze heel fijn. Maakte mijn haar lekker zacht. Was lekker schuimig. Deed zijn werk gewoon goed. Iets wat ik ook doe is eigenlijk na iedere wasbeurt breng ik ook een masker aan in mijn haar. Niet helemaal tot aan mijn hoofdhuid, maar een beetje, ja... ter hoogte van mijn oren ongeveer. Maar daardoor zorg ik er dus voor dat mijn haar gewoon lekker soepel, glad en gezond blijft. Althans, zo voelt het tenminste. En de verhouding tussen deze producten was perfect. Ik heb het allebei tegelijkertijd opgemaakt. Dus hier ben ik echt heel erg enthousiast over. Ik zou dit denk ik een 8 geven. Het volgende product dat komt jullie vast wel bekend voor. En dat is de nagelverharder van Hierom. En dan de sterke variant. Je ziet dat hij tot en met hier eigenlijk nog wel vol zit. Maar als je deze langer gebruikt. Dat is dan het enige nadeel wat ik hiervan kan opnoemen. Is gebruik ik het al langer. Dan wordt de nagelverharder een beetje dik. Dus dat is wel jammer. Want daardoor kan ik deze eigenlijk nooit helemaal opmaken tot de laatste druppel. Maar als ik over de werking iets kan vertellen. Iedereen die lange, gezonde, sterke nagels wilt hebben van zichzelf, koop dit. Het is natuurlijk een iets duurder product, maar echt waar, geloof mij, het werkt. Je krijgt er zulke sterke nagels van. Het is niet te geloven. Ik doe dit dan iedere keer wanneer ik mijn nagels opnieuw lak. In het begin, als ik nog korte nagels heb, dan lak ik er 2 laagjes van. En later kun je het een klein beetje afbouwen naar 1 laagje. En ik lak mijn nagels zo'n 1 keer per 2 weken. En echt waar,
je zult zeker verschil gaan merken. Dit spul is echt heaven. Dus als ik dit een cijfer moet geven, 9 of een 10. En ja, dit is al de zoveelste die ik hiervan versleten heb. Volgende wat ik heb, ik weet niet waar de deksel is, maar dat is een potje Sugar Bear Hair. En voor degenen die dat niet weten, dit is dus zeg maar een product wat je kunt opeten. Het zijn beersnoepjes. Echt waar, het ziet er echt uit als een beertje. Het is super schattig. En ze beweren dus dat je haar hier sneller van gaat groeien. Dat het ook goed is voor je huid. En tegelijkertijd je nagels er ook echt als speer van gaan groeien. Het cijfer wat ik dit geef is een 7, denk ik. 7 of een 8. In het begin, de eerste maand, merkte ik het direct aan mijn nagels dat die sneller gingen groeien. Aan mijn haar heb ik het nog niet echt gemerkt. Maar nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het derde potje nog steeds ergens heb liggen. Terwijl die eigenlijk al lang op had moeten zijn. Dus ik heb er wel een soort van stop tussen gehad. Ik heb heel veel geluk met mijn haar. Mijn haar is zo makkelijk te stylen. Het groeit heel erg snel. Dus wat dat betreft heb ik dit eigenlijk niet nodig. Maar ik weet dat ze bijvoorbeeld bij Kruidvat verkopen ze ook van die pillen voor je nagels en haar en huid. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon dezelfde werking heeft. Alleen is dit gewoon eventjes ja, net iets leuker verpakt. En in de vorm van snoepjes in plaats van capsules die je inneemt. Ik denk dat je gewoon voor jezelf even de afweging moet maken of je dit wel of niet zou nemen. Maar ja, goed. Dit is dus mijn mening. Wat heb ik hier? Van Balea een anti-falten serum. Ja, deze heb ik gekocht in Duitsland met Q10 erin. Ik heb hem denk ik 1 keer gebruikt. En wat was hier nou mis mee dan? Oh, ik weet het alweer. Ja, ik weet het alweer. Toen ik het aanbracht, kreeg ik meteen overal uitslag op mijn hele gezicht. Allemaal kleine bultjes. Niet echt pukkeltjes, maar gewoon ja, een soort van uitslag of zo. Het was ook niet rood, maar gewoon hele kleine bultjes over mijn hele gezicht. Dus ik ben er zo van geschrokken dat ik hem daarna nooit meer heb aangeraakt. Ik denk dat dit wel iets is wat heel erg persoonlijk is. Maar bij mij gaf het een soort van allergische reactie. En ik weet niet hoe het komt. Want daarnaast, het ruikt wel echt heel erg lekker. Het is heel erg makkelijk in gebruik. En ik zou dit ook zeker kunnen aanraden. Maar omdat ik zo'n reactie erop kreeg, had ik zoiets van oké, misschien dat ik het beter niet meer kan gaan gebruiken. Vandaar dat ik deze ook toch wel wegdoe. Volgende is een deodorant. Volgens mij is deze ook wel vaker teruggekomen in mijn video's. Dus daar ga ik niet al te veel over vertellen. Cijfer wat ik het geef is denk ik een 9. Ruikt heel lekker en doet goed zijn werk. Nog iets van Balea. En dat is het Eye and Lip Serum. Nu ga ik toch twijfelen. Want ik weet hiervan ook dat dit best wel heftig spul is. Het is dus een Eye and Lip Serum. Wat je dus kunt aanbrengen rondom je ogen, rondom je mond. En ik deed dat dan altijd 's avonds. Het is ook een heel klein potje. Eigenlijk precies zo'nzelfde. Ook weer met een pompje. Maar ik vond dit iedere keer wanneer ik het aanbracht, vond ik het een soort van prikkelen. Dus ik denk dat ik gewoon rondom mijn ogen best wel gevoelige huid heb. Dus vandaar dat ik hier toen ook mee ben gestopt. Dus hier kan ik ook niet echt een eerlijk oordeel over geven, denk ik. Het volgende wat ik heb opgemaakt, oh my god, maar ook echt tot de allerlaatste druppel. Dat is een NYX Honey Do Me Up Primer. Deze primer, hij ruikt super lekker. Echt lekker slimy als je het aanbrengt. Maar wanneer je het dan over je gezicht hebt verspreid, dan voel je gewoon echt dat je vingers en je gezicht is echt een beetje sticky. Dus dan kun je denken van oké, waarom zou je dat willen? Maar als je er dan foundation overheen aanbrengt, ja, dan kun je je voorstellen iets wat een beetje plakkerig is. Dat zorgt er dan voor dat de foundation juist super goed blijft zitten. Hij is echt, echt waar, je moet hem echt uitproberen. Deze is zo fijn. Ik denk dat ik deze ook echt een 9 of een 10 geef. Nou, als we dan toch in de NYX Tour zijn. Ik heb hier 2 tubetjes eyebrow gel. De ene kleur is espresso. Een beetje een koele bruine kleur. En ik heb hier de kleur black. Dus die is, hij is niet echt zwart hoor. Hij is gewoon heel erg donkerbruin. Het zit een beetje tegen zwart aan. Voor mijn wenkbrauwen vond ik deze echt wel mooier. Dus die black. Maar als je wat van een meer natuurlijke look houdt, zou ik gaan voor de kleur espresso. Ik heb deze ook echt met zoveel plezier gebruikt. Het nadeel van dit product is gewoon dat het heel snel, het wordt vrij snel hard, om het zo maar te zeggen. Het droogt een beetje op. Als ik er een cijfer aan zou moeten geven, dan geef ik het denk ik een 8, omdat ik het echt een heel erg fijn product vind. Je wenkbrauwen blijven er ook echt heel lang heel mooi op zitten. Eigenlijk totdat je het ervan afhaalt. Het enige nadeel is dus dat het product best wel snel uitdroogt eigenlijk. Ik heb hier vitamine E doekjes van de Body Shop. Ja, heel erg fijn. Niets mis mee. Ik denk dat ik deze een 7 geef, omdat ik het niet heel bijzonder vind. Ik vind sowieso die doekjes, die drogen eigenlijk altijd wel vrij snel uit. De geur, daar moet je
wel van houden. Het is een beetje een zachte, poederachtige geur. Maar ja, hier is niets... Ja, nee, weet je wat? Ik geef hem een 8. Want ja, er is verder ook niets mis mee. Ik heb een doosje met Instax mini fotodingetjes heb ik opgemaakt. George en ik hadden die meegenomen op vakantie. Fotootjes meegemaakt. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik weet niet of het aan deze dingen ligt. Maar 9 van de 10 foto's die we er mee hadden gemaakt waren gewoon mislukt. Of het ligt gewoon aan Instax zelf. Ja, het is gewoon zo'n Instax mini en het is echt gewoon een kunst om daar een goede foto uit te krijgen. Ik weet niet of dat aan mij ligt. En ik vind deze dingen dus echt behoorlijk duur. Het is gewoon een dure grap, maar ja, aan de andere kant, het is ook wel weer leuk. Want dan heb je wel meteen een tastbare foto, een tastbare herinnering of zo. Dan heb ik hier het volgende. Ik heb de stokjes al weggedaan. Dit is namelijk een potje met geurstokjes. Dit was een potje met geurstokjes. Sparkling Grapefruit and Apple. Van Primark. Ik ruik ook helemaal niets meer. Ja, ik vond het wel een lekkere geur. Maar ik weet nog heel goed dat ik echt 2 weken of 1 week nadat ik dat potje had neergezet, was ik in mijn kamer en ik keek naar het potje. En het potje was gewoon leeg. En het enige wat ik kon denken van, hoort dat zo snel op te gaan? Is dit normaal? Heeft iemand hem misschien omgestoten? Maar het was gewoon poef, gewoon allemaal in ene weg verdampt of zo. I don't know. Dus ja, als ik een cijfer moet geven, ja, dan geef ik het, sorry, toch een 5. En dan zijn we aangekomen bij het laatste product. En dit is echt nostalgie. Dit is zo grappig, want dit is mijn allereerste NYX product. Dit is een glitterpaletje. En ik kan me zo goed... Ik weet niet waarom. Hoe kan het dat je sommige dingen wel heel goed kunt herinneren en andere dingen gewoon... Ja, gewoon een soort van gat zijn in je geheugen of zoiets. Maar ik kan me nog zo goed herinneren dat ik echt de winkel inliep van Douglas. Ik zag deze paletjes liggen. Het was een beetje tegen de feestdagen aan. En ik dacht van, oh, die moet ik hebben. Dus ik had er meteen 2 meegenomen. Ik ben helemaal terug naar buiten gelopen om dus deze paletjes uit de schappen te halen. NYX was toen al heel groot in Amerika en in Nederland. Ja, was het dus nog niet echt bekend of zo. Dus toen ik dit zag liggen, dacht ik echt van, oh my god, ik moet het hebben. Maar goed, als ik dit een cijfer mag geven, dan geef ik het toch, ja, heel erg tegenstrijdig, geef ik het toch een 5. Omdat ik het in gebruik gewoon niet prettig vond. Het zag er gewoon vooral heel erg leuk uit in dit paletje. Maar bij het aanbrengen, het was gewoon te vettig, te weinig glitter. Dan zat er zeg maar alleen een laagje glitter op de bovenkant. En daaronder was het dan eigenlijk alleen maar gel. En het is heel stom, want ik ben er super enthousiast over. Maar dat is omdat ik gewoon een soort van sentimentele waarde aan heb gehecht of zo. Maar als ik het een cijfer moest geven, dan zou ik het een 5 geven. Nu moet ik zeggen dat ik qua make-up wel veel meer dingen wegdoe. Maar dat laat ik niet zien in deze video's. Daar heb ik echt mijn aparte opgeruimd video's voor. Dus neem zeker een kijk als je wilt weten welke make-up ik allemaal heb weggedaan de afgelopen tijd. Je kunt de video hiernaast vinden. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Super leuk dat je er was. En hopelijk zie ik je weer bij de volgende. Doeg!